Ladders, Stanley messen, haakse slijpers, het zijn allemaal bronnen van ongelukken op de werkvloer. Met de grote broer van dit exemplaar heb ik op 17-jarige leeftijd bijna mijn eigen hoofd afgeslepen. Oud-arbeidsinspecteur Ehsan Kermani kan heel veel vertellen over ongelukken op de werkvloer. Hij heeft er zelfs een boek over geschreven. 50 arbeidsongevallen, de oorzaken en de lessen. De afgelopen week mocht ik dit boek lezen en ik zal je eerlijk zeggen, de koude rillingen liepen me soms over de rug. De monteur maakt de deur aan de rechterkant van de installatie open en omzeilt de beveiliging met een speciale sleutel die hij van de werkgever heeft gekregen. Eenmaal in de installatie laat hij de robot op volle kracht draaien. De grijper van de robot drukt de monteur tegen de wand van de installatie, terwijl de monteur de bedieningsunit vasthoudt. Een collega die voor de installatie met eigen werkzaamheden bezig is, gaat polshoogte nemen als hij ongeveer een kwartier lang geen geluiden van de installatie heeft gehoord. De toegestroomde collega's bevrijden de monteur, maar die is inmiddels door verstikking overleden. Ik zal iedereen aanraden dit boek te lezen. Techniek en veiligheid gaan hand in hand. En misschien kun je met deze lessen een hoop leed bij jezelf voorkomen, maar ook zeker bij anderen. Lees het, maar doe het niet voor het slapen gaan.